Rellen en de boeren zijn dinsdagavond bij de woning van stikstofminister Christiane van der Wal door een politieblokkade gebroken. Het gaat veel te ver, vindt Angela de Jong. Ze wijst de boeren terecht in haar gevreesde ad column. Ik merk dat ik me steeds vaker erger aan de boeren. Je moet niet met doodskisten rondrijden of deuren van provinciehuizen inbeuken, vindt Angela. Ze vindt bovendien dat de boeren soms, ronduit domme uitspraken, doen. De voorman van Farmers Defence Force vergeleek de situatie waarin de boeren in ons land verkeren bijvoorbeeld met die van de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ongelooflijk, vindt Angela het. En dan voor de microfoon van Jair de schuld geven aan linkse media, die alles framen. Tot voor kort had Angela vooral gevoelens van sympathie voor boeren. Maar het gevoel dat boeren me sinds dinsdagavond geven is nieuw. Ze spreekt van huiveringwekkende beelden van een roedel losgeslagen agrariërs. Ik dacht aan het gezin van der Wal dat op het moment van de acties voor hun deur thuis was. Dan snoeihard, voor het eerst schaam ik me dat ik kleindochter ben van een boer. Overigens staat er sinds gisteren een nieuwe foto bij Angela's dagelijkse column. Hierop poseert ze met haar nieuwe favoriete oorbellen. Veel mensen zijn enthousiast. Wat een leuke nieuwe foto van je, zegt iemand.